tijd van de kerk, maar nooit week ik af van Jezus. Jezus bleef mijn voorbeeld, soberheid, belangeloosheid. Ja, hij is ruim 2 meter lang, Fries en wordt door journalisten en liefhebbers Nederlands onbekendste popster en zelfs cultfenomeen genoemd. Nederlands onbekendste popster. Hoe komt dat? Nou, ik ben niet de meest hippe, mooie man in Nederland, denk ik. En ik heb ook een beetje een zangstem die niet iedereen apprecieert, denk ik ook. Laten weten. En, maar verder, ja. Hou op! Ik ben zelf wel een. Werk aan je zelfvertrouwen. Ik ben zelf wel een grote fan van mezelf. Mijn Thomas! Ik ben een beetje begonnen met autobiografische platen. De eerste treden dat heb ik wel een beetje vaak vastgezocht om mezelf of wat ik zeg of wat mij maken. Ik ga een paar boeken maken, maar dat heb ik altijd vergezeld met een cd doen. Dus dan Mama Hayo, de eerste, en Tubervisje en de Kassins. Het was toen een tredje, had ik een soort roman-albumcyclus over mijn avonturen als muzikant als schroeven. Maar behalve mijn meer eigen avonturen en historie, maar het is wel wat meer biografische platen over historische figuren. En nu ben ik dus dwaande over het leven van Don van Nieuwenhuis. Hier begint het. Ja. En hierachter, heb je nog meer dingen? Of nee, dat zit echt in die andere zaal. Alleen zijn as staat hier nog. Hè. Dat zijn de urnen. En die van boeken hem. Zijn allemaal van hem geweest? Allemaal van hem, ja. Dit zijn de boeken die hij las. Dus deze heeft hij niet zelf geschreven, maar dit zijn de boeken die hij zelf had. Dat hier een beetje als zoiets zag van dat er in 12 jongetje in de eerste 100 lien dat er stommen is. Dat dacht van dat een mooie gelegenheid om dan iets met hem te doen. Ik wil altijd wel terug gaan fascineren. Dus ja, ik vind het wel leuk om, ik had die vaardigheden geleerd als historicus om in het archief te doeken. Boeken te lezen of krantartikels of wat dan ook. En dan op basis daarvan versjes te meisen. Niemand zal uitkomst brengen in uw ellende. Gij moet uw eigen verlosser zijn. Door vereniging zult gij een macht worden, waar tegen anderen niet op kunnen. En dan zult gij krijgen brood, recht. Ik hoor hem altijd van dat hij als Uus verlosser neemt baat in Friesland en in omgeving. En dus ja, dat we en ik trots zien leven dat ik een beetje bestudeerd had, dat ik een heel aparte, bijzondere man was. Dus, vandaar ik omdat het in feite de eerste Goethe socialistische voorman. Dus ja, dat is wel bijzonder en ik vind het wel leuk om daar iets mee te doen. Het leven van Domla was het heel riek. Je had een heel primair maken. En, dus je moet daar wel een soort uitgangspunt hebben. En bij hem heb ik al snel dat hij, vooral die Jezus-figuur, die heel belangrijk is in zijn leven, maar hij werd zelf ook al een soort Jezus-pensioen. Dus, hoe Jezus had natuurlijk verschillende passies: de Matthäus-passion, de Johannes-passion. En ik dacht toen ik bij Domla, die had ik een soort heel. Leidensverhaal meekrijgen. Je had bijvoorbeeld een vrouwen vrouwenhoorn, de eerste treden, die ben stoon in het kraambed. Een kraambed. Dus die had een hulpert en nog verschillende ben van hem die wien al betierde. Dus die had een hulpert narigheid meekrijgen. Niemand was er grappiger, niemand was er liever, niemand was er mooier. Ik kan weer de vermeerde opvoeding horen. Dus, dan komt er natuurlijk wel een verwezing naar Jezus, of geloof. Ja. Nou, het is natuurlijk wel een fascinerende figuur. Dus, ik vind het zelf wel een heel nieuwsgierige figuur. Jezus. Ja. Ook omdat hij natuurlijk altijd wat. Wat een vage. Je weet nooit van wie die nou. Hier nou ook vrouwen op net of zoiets. En
beschouwen hem nou echt als zoon van God of wie dat ook meer. Dat is wat wel een aardige, mysterieuze figuur. Ja. Oh, goeiedag. Waar ben je? Om het, man. Ja. Dat is lang erin. Ja, het is jouw nodig ongeveer, dacht ik. Ja. Kom erin. Nou, misschien wel aardig, want de reden dat ik hier ben, had ik wel te meisjes, ja, maar dat ik ooit begon bij mijn skiennis. Mm-hmm. En ik haal je gewoon in de proper deuze, maar de inleiding. Ja, maar ja, de Holland moet hij hebben. Ja, de Holland. Ja. En dat is bij mij het interview vaak. Ja. Dat wil ik dan wel. Want vandaar komt die anekdote dat je in Breda loopt, mijn collega. Ja, klopt. Ja. Met de bonenkouder op tafel. En dan moesten je meesten moesten uitpraten, leden ze maar. Ja. Die wel echt belangrijk van. Net echt hun onderbreken. En, maar we moesten ook wel een vragenlijstje al mijn ziel. Maar toen bestelden toen nog die man in Breda en één vraag en die had toen een oer om praten met achter controle. Ja. Ik hield toen een slappe lachen, kreeg je daarvoor. Maar dat is zo, ja. Ik moest er naar boeten toe, maar ik kon het net meer volhouden. Dat kan ik niet. Ja. Ik begreep dat de paken van jou die werken door mijn man. Ja. Mijn paken en vooral mijn oerpaken, Hendrik Jans Wetman. Die weer ploegbaas bij Twingstra in Akrum. Ja. Dat weer Nick Domela meisje. Ik kan nog wel een boek lezen van hem, maar zijn handtekening erin. Hmm. En zijn harmonica had ik mijn man van mijn paken. En daar spierde dan van mij het Marianne-lied. Ga, Marianne, voor ons aan verloste maatschappij. Van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Nou. Dat werd op demonstraties werd dat, en massameetings. En ja, dat, nou, door nee, de uitvinden van werd dat spelen. Ik kan nog wel vernemen dat het oude vuren altijd nog wel aanwezig is bij jou. Ja. Nou ja, als ik dat zo. Nou, die ogen kon ik werken, maar ik doe die ogen. Ja. Dus eigenlijk maakt hij in zijn muziek binnen het een soort, is het eigenlijk een skietnisles. Of net een les, maar een skietnis. Ja, toch informatie die deelt met mijn publiek over een bepaald aspect van de skietnis. Dus dat is echt wel uniek van zijn manier van werken. Dat er een soort van ja, chroniqueur, popchroniqueur nemen we dat dan in het plan. Hè. Dus in die popmuziek broek het om een tijdsbeeld vers te lezen en oer te dragen. Wat wij doggen, dat en mij net besteedt ervan, hè, dat ze zien werk. En dat vind ik heel knap, eigenlijk ongelooflijk, dat Ian en mijn zoon steeds maar heel specifiek repertoire en een soort specifieke opvatting over muziek, dat het hem slag heeft om in Nederland eigenlijk zonder concessies te doen zijn ballen mij te zingen. Vleierijen maakt een domme laag, altijd verlegen. Maar de liefde van het volk had hij altijd nodig. Ik denk dat hij voor het eerst oppopte in ons bestaan via de Vera-krant. Een onvolprezen orgaan van de zaal uit Groningen. En daar vertelden ze over de cassette die eruit was gekomen. Volgens mij heb ik die toen gekocht. En nou, toen ben ik spoorslags naar Groningen afgereisd om dat fenomeen mee te maken. Wat ik dacht, nou, ja, dat ik een heel bijzonder talent aan het werk zag. En die op een hele eerlijke, directe manier ideeën en gedachten toonzetten. En dat mij heel erg aansprak. Dus dat dacht ik. Dat ging er door me heen op dat moment. Volgens mij al 20 jaar. Ja. Maar het vindt zichzelf ook altijd wel weer op de een of andere manier opnieuw uit. Hè? Hij weet toch telkens weer iets te doen waarvan je denkt van, ah, dat had ik niet gedacht. En hij had ik en Peer meesken die hem trouw steunen. Dat ben Jank en ik. En uiteraard Johan en Herman Noek, die ben relatief nieuw in de band. Dat is Ferry Roosboom van Excelsior, de platenmaatschappij.
die altijd, he, vanaf het begin af aan, dat is het weer 1999, dus dat is 20 jaar geleden, ja. Hebben we die eerste plaat hebben uitgebracht bij Excelsior. En, dat, en hij eigenlijk had er altijd, dat is eigenlijk een uitspraak die we hebben voor het leven. En zien hij de man zelf en weet ik wat al, maar goed, die hem altijd stiepje. En ik denk dat het echt wel belangrijk is, dat er wit van Paul Giesen van de Poffabriek, sinds een jaar of vier of zes, altijd programmeurs, hè, Jan Heringier van Worm, die het hem altijd programmeert, meestal van Nieuwe Anita in Amsterdam, die hem altijd programmeren. Uiteraard Peter Wening van Vera, wist wel, dat is echt vanaf het begin af aan, is Peter Wening ook een van de meesten geweest die gewoon altijd stiept, wat er ook docht. De liefde van het volk had hij altijd nodig om voort te kunnen blijven gaan. Ik ben ooit in Groningen gaan wonen omdat ik hier studeerde en daarna wilde ik graag muzikant worden. En toen ben ik in Splitsing terechtgekomen, een Nederlandstalig bandje uit de jaren 80. Die singeltjes die we toen maakten, die werden goed gedraaid. Helaas werd het geen echte grote hits, dus rijk zijn we er niet van geworden, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik heb toen geleerd om popmuziek te maken. En met een van die jongens uit Splitsing, de zanger Peter, ben ik later in de jaren 90 de jazzpolitie begonnen. Ja, en wat dacht u toen u mij het voor het eerst zag? Wat ik toen dacht? Ja. Ik zat me af te vragen of het een act was wat hij deed, of het natuurlijk was. Maar gewoon na een paar minuten, toen ik hem voor het eerst hoorde spelen met zijn bandje, dat was in Vera, dat is al heel lang geleden. Toen dacht ik van, oh ja, dat is... Het zou een act kunnen zijn. Door zijn manier van presentatie, hoe hij zingt en hoe die liedjes in elkaar zitten. Maar dat bleek na een paar minuten, denk je, oh ja, nee, dit is gewoon een authentiek, één op één verhaal. Zo is die man gewoon. En als je met hem praat, dan is hij net zo. Dus dat dacht ik heel even. Ik dacht van, zou het een act zijn? En nee, het bleek geen act te zijn. Maar ik vond het heel erg de moeite waard. En ik vond de teksten heel gaaf. En ik vond het vooral nergens anders op lijken in de positieve zin. Ik heb nu de handen vrij, want ik was natuurlijk altijd toetsenist en zanger tegelijk. Maar nu kan ik me volledig concentreren op het zingen. En dan heb je ook meer contact met de mensen als je gewoon staat. Als je achter de keyboard alleen maar zit, dan... Ik ben een ander persoon en ook een ander muzikant dan mij. Maar toen ik Meinert voor het eerst leerde kennen, toen speelde hij piano. En dat doet hij vandaag ook. En dat doet hij op zijn eigen manier en doet hij briljant, vind ik. En ik zou het niet zo kunnen spelen. En ik vind, als je een plaat maakt en staat mij in de Talma boven die plaat en het is zijn project en hij heeft alle liedjes geschreven, dan is het beste als hij het zelf speelt. Weet je wel? Als ik een plaat van Neil Young koop, dan wil ik dat Neil Young zelf akoestische gitaar speelt en niet iemand die hij kent die nog iets beter akoestische gitaar speelt dan hij. Want dat slaat nergens op. Klopt toch wel, Meinert? Ja, maar het laatste stukje dan, ook dat een beetje. Oh, laat hem nog even doorlopen. Ja. Als docent van de Academie voor Popcultuur heb ik vaak zien dat studenten, maar ik in deze handel, dat het vaak een kwestie van hit en run is. De haast een succes en dan was het graaikist, want het is zo weer ouder.
En Meinert had koers van varen orenstrategie, namelijk een soort duurzame strategie. Net al te volle wollen, net het grutte succes najaaien, maar zodanig het zou organiseren dat hij zijn eigen verhalen vertellen kist. Dat had er eigenlijk consequent had er dat dienen. En hij had in de rin van het tier had hij zijn publiek voen. Of het publiek had hem voen. En er is een theorie die zei van als Toes een meesken hast die dit die volg je. Toes en die ik kaartje keep je en cd's en boeken en zo keep je. Toes. Dan kerst er dan hast eigenlijk een bestemmingsrecht. Maar ja, hij is sterk en hij had echt een huid van olifant. En ja, ik denk dat is het. Hij is een autonoom denkende figuur. En ik ben wie ik ben, zelfverzekerd, arrogant, eerlijk, vernieuwend en dominant. Het is uniek dat iemand die nog leeft, een autobiografie schrijft. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Hier zijn vier. De lange mensen zijn vier. Ja, ik weet goed. Ik ben nu op Noorderzon, daar steken we heel vaak, mijn alle heren. Er moeten vijf naast elkaar op de bank. En dan ga ik dan 10 keer per dag een show. We gaan nou vanaf zo'n uren elke jelle uren een show van 20 minuten, dus dat geeft heel het. Sterkte ja. Zo. Ja, dat wel. Je hield me terug. Ja. Dus even 5 naast elkaar. Tot de energie van de meesten is het net zo heel moeilijk om het vol te houden. Jou ook nog. Ja, we zien hier Johan Dexen met een aardige snor. Achter hem loopt Barry Hughes, die onlangs overleden is. Maar de mooiste voetbalsnor uit de Nederlandse geschiedenis is natuurlijk die van Abe van den Bang. En over hem gaat het volgende lied. De naam Abe kreeg hij op het schoolplein. Met voetbal was hij altijd Abe Lenstra. Ik doe al heel lang mij onjoen in Grijns altijd. En zo'n 2014 doen we een soort maandelijkse revue met twee vrienden. En dat is een mooie manier om heel tijd naar je ding uit te beschikken. Ja, ik kom hier eigenlijk iedere maand wel. Omdat het hartstikke leuk is. En ook een beetje amateuristisch. Ja, er gaat wel eens wat fout inderdaad. Maar dat maakt het eigenlijk extra leuk. 5 september reed ik in de Ford Focus van L naar Heerenveen om te repeteren met het koor De Rede Hoeken in Heerenveen. Toen ze klaar waren hoorde ik 2 oudere dames van het koor praten dat ze erg depressief waren geworden van mijn domlaartesten. Koorleden die geëmotioneerd wegliepen. Ik dacht niet net op mij. Zo'n amateurkoor heeft er helemaal geen belang bij. Die willen gewoon simpel hun eigen ding doen. En daar hebben ze ook wel gelijk in. Het zijn geen hobbyrockers, hè? Het zijn geen hobbyrockers, nee, klopt. Maar daar heb ik een beetje op verkeken. Dus toen was de boot aan. Toen heb ik weer gebeld met Paul Giesen. Die zat nog steeds achter zijn desk. Een helpdesk. Ik ken iemand van Kunstwerk. Die heet Peter Ring. Die ken je misschien wel, Peter Ring, ken je die? Want, en die hebben ook een hele databank aan zangers. En hier zien we zijn helpster Gerda Roorda. Meinert die had al een koor gezocht voor dit project. Hè. Wilde sowieso iets met koor doen. En dat koor, op het laatste moment trok die zich terug. Dus kwamen ze bij mij van, nou, we willen iets met een koor. Maar hoe dan, wat dan, geen idee. En toen zei ik van, nou, ga dan voor een projectkoor. Meinert is best wel een bekende naam. Heeft een eigen schare fans. Ik had Meinert op Facebook als vrouwen. En ik zei de oproep om mij te doen in zijn koor. Ik dacht, dat is mooi, dat dacht ik. Ik ben al hier een fan, dus... Ja. Ik vind de teksten die het Meinert schreeuwen heeft over het leven van Domela, dat spreekt me wel aan. Dat vind ik hele leuke teksten over zijn leven. En jouwt ik aan wat van man had het weer. En daar kan ik me ook mooi in vinden. Niemand zal uitkomst brengen in uw ellende. Gij moet uw eigen verlosser zijn. Door vereniging zult gij een macht worden wat tegen anderen niet op kunnen. En dan zult gij krijgen brood, recht, geluk en vrijheid voor allen. Dus het werd in feite een beetje dubbel werk, hè? Dat je dan 2 keer hetzelfde was. Maar, terwijl het wel aardig goed is, de demo's aan. Dus, Jezus, bleef mijn voorbeeld. Soberheid, langeloosheid. Jezus, bleef mijn voorbeeld. Soberheid, belangeloosheid. De Domela. Domela, Domela, Domela. Volgens mij gaat hij ongeveer zo van Domela,
Domela, domela. Ja, dat is zo nou en dan een beetje ziekje natuurlijk. Maar het zijn timing, je hebt natuurlijk echt bij de muziek. Dat is onderdeel van het geloerd. En dus dat is ik wel een beetje aan u om dat op diezelfde manier een beetje mee te krijgen natuurlijk. Dus het is goed dat er erbij is en zo nog en dan even een keer zeggen van oh, dat is misschien een beetje bijboegje of. Domela, domela, domela. Domela, 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 domela. Jij maakt een documentaire over het maken. Oké, dan gaan we spelen. Ik zocht naar de ruimte die er is voor de strijkers om iets toe te voegen en om iets kracht bij te zetten of juist iets mooi te omlijsten. Ja, nee, ik liet me gewoon leiden door... De liedjes zijn zo afwisselend van mij. Dus ik was snel geïnspireerd om er iets aan toe te voegen. Ja. Voor de Domela passen in de Westerkerk, de voormalige Theater Romein. En dus de eerste keer dat we het met het koor doen, ik ben iets van 60 mensen. En dat is voor het komende zaterdag op Explore de Noord in Salenskaaf. Ontzettend korte termijn, ontzettend veel muziek. Maar het is ook ontzettend leuke muziek. Met een ontzettend, nou ja, ik denk actueel thema ook weer. Politiek natuurlijk, de verdeling. Maar ja, het is een uitdaging. Hou van. Vind ik leuk. Eigenlijk een beetje op dat randje zitten. Hè? Dat men denkt van, oké, ik kan het zo ongeveer, maar die spanning blijft wel. Van, gaat het me wel lukken? Want als je iets te veel gaat repeteren, dan gaat de lol er ook af, de spanning ook. Dus je moet iedereen gewoon op het scherpst van de snede houden. En dan moet je er ook voor gaan staan van, nou jongens, we gaan het met z'n allen klaren. En zo sta ik hier nu ook weer. Gewoon rust en met z'n allen gaan we het gewoon doen. Want het is wel hele herkenbare muziek. Als je het een paar keer gehoord hebt, pak je het echt wel op. En dat merk je ook aan de koorleden. Achteraf is het weer wat mooi best om toch met massaal koor te kunnen platen, als je het zeerde. Ja. Maar dat heb ik nou even van achteraf laten. Maar voor komende keer is het wel mooi om te weten. Dat je mij met kunstwerk bijvoorbeeld. We hebben gisteren voor het eerst geoefend, dus we zijn een beetje zenuwachtig. En we hebben geen dirigenten, dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed gaat, maar het zal wel loslopen. Het boekje, of CD, die kost €20, mocht je belangstelling hebben, kan je na afloop ook allemaal handtekening van de koorleden vragen en zo. Zijn hoge en slanke gestalte geeft een indruk van zachtheid en kracht tegelijk. Dit is een man die nooit een kind te klap of een hond een trap zal geven. Dit is een man die nooit het hoofd zal buigen voor enig gevaar, of een stap sneller zal lopen voor enige bedreiging. Hij heeft het voorkomen van een apostel. Zijn Jezuskop steekt boven elke massa uit. Domela.
recensies en die ben heel goed. Die vind ik wel aardig dat ze de spiegel op de kop neemt het Magnus Opus en een oren soort hoogtepunt uit het oeuvre. En dat wordt dus een heel complex ding worden, mooi gelaagd. Altijd wel leuk om te zien. En, dus de reacties zijn heel goed. Ja. Ik vind het echt mooi, want dit. He, dus dit is weer een soort nieuwe fase, heb ik het idee, van mijn het zien werk. En vaak zit er wel wat humor in, of een knipeeg, of wat een beetje, dus, dat zichzelf een beetje falul zet. Maar het is nou, dus dat vind ik wel mooi. Dat is eigenlijk, dus, he, dat echt goed ontvangen wordt, dat, nou, dat jouw tek een soort richting van, oké, deze richting kan stek verder. En hij kan het gewoon zien laten, hij kan het doen om met een grote groep te werken. Arrangementen te maken voor strikers en voor koor. Composities binnen, eigenlijk fantastisch. Echt geweldig goed. Dus het is nog weer een niveau verder. In zijn tijd of zo is hij zo belangrijk geweest voor veel mensen. En dat, ja, logisch is dat weer eens terugkomt. Dat mensen dat waarderen wat er toen gebeurd is. Ja, eigenlijk heel logisch. Wij gaan in de orenbus. Hoi! Wat zou jij als jij Domela nou zo tegenkomt, wat zou je tegen hem willen zeggen? Ja. Dat weet ze niet. Het had te maken dat ik helemaal klaar was met het boekje verkopen. En dan was ik één keer klaar en dan kwamen ze weer aanzetten. Ja, precies. Ja, maar daar moet ik ook niet over zeuren natuurlijk. Er waren ook mensen die zeiden van ja, stel dat als Domela nu nog had gekleed, welke vraag zou je dan aan hem stellen? Ja, ik was heel druk met boeken. Ja, en wil je ook erin zetten in het boek voor mijn engelenbewaarster die dit boek niet kon kopen en nog een paar zin. Stel je zijn heel boek vol te krassen. Ik dreef niet voor gezelschap en conversatie. Ik behoor nu eenmaal niet tot die mensen die ze spoeden geven. Ik heb eens hoekers, iets ontplooibaars in mijn karakter.